Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, het is vrijdag vandaag en het is weekend voor mij. Eindelijk is het weekend. Het weekend begon eigenlijk een beetje abrupt opeens, want ik had een halve dag genomen. Het was echt ontzettend slecht weer, alleen maar regen. De hele tijd in de bus zitten, dat leek me niks. Ik denk, nou, neem lekker een vrije dagje, neem ik lekker. En zo geschied, zo gedaan. En toen was ik ineens om 11:30 was ik ineens. Of nee, 11:00 was ik thuis. Dus vandaar. Ik wil ook nog even mijn excuses even aanbieden voor de GTA livestream. Mijn microfoon was ineens kapot. Degene die het gezien hebben... was een vlog of een livestream van ongeveer 45 minuten was het. De oplettende trouwe kijkers van GTA 5 die alle livestreams kijken, die hebben het gemerkt. Rob zei het al, mijn microfoon is kapot. Dus ik moet even van de weekend moet ik eventjes naar de winkel om even een nieuwe... nieuwe oordopjes te halen. Ik gebruik altijd oordopjes. Ik kan ook... meesten hebben altijd een headset. Ik heb altijd oordopjes. Ik vind een headset helemaal niks. Ik heb altijd voor deze oordopjes maar ja, ongeveer 10 euro. En je doet er ongeveer 4 maanden mee. Dus dat is niet echt een goede kwaliteit. Alhoewel ik wel moet zeggen dat ik af en toe wel eens eventjes een beetje wat zorgvuldiger moet wijzen. Want ik gooi ze af en toe wel eens neer. En dan ga ik per ongeluk ga ik erop staan. Ja, daar zijn ze natuurlijk niet goed voor. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Ja, het was een hele rare, extreme week was het. Waar het onmogelijke mogelijk is geworden. En ik ben ontzettend blij. Gelukkig ben ik. Jullie gaan nog wel een vlog zien waar ik meer over ga vertellen. Die vlog die komt binnenkort nog een keertje. Ik weet niet of dat het al dit weekend is. Maar anders in ieder geval van de week of... volgende week of in het weekend, volgend weekend. Maar er is nogal het een en ander gebeurd is er deze week. En daar wou ik toch even heel even bij stilstaan. Het onmogelijke is mogelijk geworden. Ik had het niet meer gedacht, ik had het niet meer gehoopt. En toch is het gelukkig, is het gebeurd. En is er weer degene weer terug, gelukkig. Ja, jullie weten nu al een klein beetje... over wie het gaat. Maar ik ga er nog niet te veel over vertellen. Want ik wil graag diegene erbij hebben. Dus binnenkort even een vlog daarover. In ieder geval komen er twee hele leuke vlogs komen eraan. Want dit weekend komen er een paar hele toffe, vette, gave locaties komen erin voor. Ga misschien, ja, ik weet nog niet of dat het zeker is dat er nog jongens meegaan. Er gaan in ieder geval een paar anderen gaan er mee. En daar ga ik ook nog niet te veel over zeggen. Ik kan ook nog niet verklappen waar het is en wat het is. Want dat moeten jullie gewoon zien. Maar het is echt, het zijn hele dikke, vette locaties waar je echt zeker weten. Als je nog niet geabonneerd bent, even abonneren. En als je geabonneerd al bent... moet je dat zeker blijven, want er komen echt nog een paar hele leuke vlogs komen eraan. Ik weet niet hoeveel het er zijn, maar dat worden echt hele vette, dikke locaties worden dat. En dat is zeker weten de moeite waard om dat te zien en daarna te kijken. Dus de aankomende vlogs in ieder geval worden echt heel erg gaaf en tof worden die. Oh, er komt Dribbel in beeld. Zie je wel, Dribbel is in beeld. Ja, die zijn ook in ieder geval weer blij dat ik weer thuis ben. Wat heb je eigenlijk in dat halve dagje dat je vrij was gedaan? Ik zal het me eerlijk zeggen. Ik heb alleen maar liggen slapen. Ik was best wel moe. Batterij was echt helemaal leeg. Dus het was weer even heel nodig om weer even bij te tanken. Na zo'n weekje werken. Of nou ja, eigenlijk was het maar 4 dagen. Want normaal werk ik natuurlijk 5 dagen. Nu waren het er 4. Maar toch was ik best wel moe. Ik heb toch best wel veel gedaan in die week. En
Ja, dan moet je af en toe wel eens eventjes een beetje bijtanken. En dan moet je in ieder geval even weer zorgen dat het batterijtje weer opgeladen is. Over batterijen opladen gesproken. Ik moet deze camera ook weer onder stroom gaan zetten, want hij is bijna leeg. En aankomend weekend moet de camera vol opgeladen zijn. Want ja, bij deze hele gave, dikke locaties moet ik echt een volle batterij hebben. Want ja, ik ga filmen en ja, dan moet de camera natuurlijk wel opgeladen zijn. Dus vandaar, in ieder geval ja, even een praatvideootje weer even tussendoor. De volgende video's worden echt weer op locatie. Ja, de rest heb ik eigenlijk niet veel opgenomen meer. En ja, ook de... ja, jullie weten het altijd. Ik doe altijd even ja, een voorsprongetje van ongeveer 6 à 7 vlogs. Af en toe het zijn er ook wel eens 8 geweest. Dat was wel heel erg... dat was wel heel erg luxe was dat. Maar ja, ik had altijd wel een aardig voorsprongetje. Nou, dat voorsprongetje, daar is momenteel helemaal niks meer van. Ik heb helemaal geen voorsprong, helemaal niks meer. Alle video's die ik van tevoren al gemaakt had, die heb ik al opgenomen. Ja, behalve deze dus. En dan de aankomende vlogs van het aankomend weekend. Maar ja, de voorraad is een beetje opgeraakt. Aan de ene kant ja, wel een nadeel, want dan kan ik niet meer een beetje een voorsprongetje nemen. Maar aan de andere kant ook wel weer een voordeel is het dat ik, of dat ene was een nadeel, het voordeel is dat ik ja, een beetje weer bijloop. Want op een gegeven moment ja, ging het zo erg voorsprong nemen dat... Ja, op een gegeven moment wordt het niet actueel meer. Dan heb je op een gegeven moment... was ik bang dat ik zoveel video's van tevoren had opgenomen dat... ja, ik misschien wel wat iets actueels vertel of zo. En dan is het al 4 weken geleden gebeurd of zo. Dus het moet ook wel een klein beetje actueel blijven. Dus ja, echt een hele grote voorsprong. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want ik... ja... Het actuele gaat er dan een klein beetje af. En dat is het enige nadeel eigenlijk van dat als je vlogs van tevoren op gaat nemen, dat je daar last van hebt. Dus vandaar. Dus ja, dat is wel eventjes een dingetje. Eventjes. Ik moet in ieder geval dus naar de winkel toe om even weer nieuwe oordopjes te kopen. En wat ik de rest van het weekend ga doen. Ja, hele dikke, vette locaties bezoeken. Dus zeker weten blijven kijken op mijn kanaal. En misschien ga ik ook nog wel even Planet Coaster spelen. Ik weet nog niet precies hoe druk het wordt. Ik denk dat het wel heel erg druk wordt. Dus ik denk niet echt dat ik tijd heb om te livestreamen. Ik weet ook niet of dat er nog een GTA livestream inmiddels al geweest is. Nu ik dit opneem. Maar in ieder geval. Ja. Het was de video. Als het goed is was het de video van. Ja. Even kijken, moet ik even kijken hoor, van 6 juni was het als het goed is. Het was ook goed, is op een vrijdag toch? Ja, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, ja, het is in ieder geval een GTA stream van, ja, meestal doe ik het 2 uur of iets langer. Ja, als je een keer een hele gekke tijd van 3 kwartier tegenkomt, die video is het. Ja, toen ineens, dat heb je ook wel eens. Dan houdt ineens de techniek houdt ineens op. En dan krijg je zulke dingen. Hè? Dan gaat je microfoon kapot. En dan krijg je dat helaas. Wat zit die mooi, hè, die dribbel. Hè? Moet je kijken. Pss, 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 pss. Kijk hem kijken. Dribbel. Pss, pss, pss. Dribbel die zit echt te wachten houden. En hier heb je Boquito. Hey Boquito. Pss, 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 pss. Hey, kom nou eens even op beeld. Moet je wel even in beeld hebben. Kijk, hier heb je hem in beeld. Nou, kom nou even. Ik zit hier zo heel ongemakkelijk. Oh, daar heb je hem. Ja, er werd ook heel vaak gezegd van, joh, zet eens wat vaker Dribbel en Boquito in beeld. Nou, bij deze. Ze zijn er nog steeds hoor. Ze zijn nog niet weggelopen. Ze zijn er nog steeds. Dus, ga met balletjes spelen. Het is hartstikke laat en dan ga jij met een balletje spelen. Ongelooflijk, de beest. Ongelooflijk.
In ieder geval, jongens, ja, dit was even de video eventjes. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Zo, ik moet wel even scherp stellen. Bedankt voor het kijken allemaal. Thanks for watching. Blijf dus geabonneerd, want er komen hele vette video's komen eraan. Als je nog niet geabonneerd bent, moet je even abonneren. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er een nieuwe video of livestream is. En beloon deze video's en alle andere video's van mij met een vet duimpje omhoog. Want ja, er komen echt nog hele toffe video's komen er nog aan. In ieder geval bedankt allemaal. En dan zou ik zeggen tot de volgende vlog maar weer. En ik spreek jullie allemaal. Bye bye. Hoi.